gebeurt er met mijn leven op dit moment? Hoi. Waarom verschijnt iemand die precies hetzelfde als mij eruit ziet in zijn onderbroek op mijn bed? Wacht, het is uit te leggen. Oké? Even luisteren. Ik ben jou van de toekomst. En ik wou terug in de tijd reizen om jou iets belangrijks te vertellen. Iets heel belangrijks. Wat er dus gebeurde. Ik ging transporteren. Precies op het moment dat ik me om aan het kleden was. En weet je wat er toen gebeurde? Ik belandde op de rand van het bed. Precies op de rand van het bed. Vertel me wat je wilt. Maar doe eerst wat kleren aan. Ja, maar deze kleren passen allemaal helemaal niet meer, joh. Vooral mijn onderbroek. Op welke tijd kom jij wel niet, joh? Ik kom van 3 maanden later. Dat is nog niet eens zo lang. Kom op, man. Stel je niet aan. Doe die kleren aan. Oké, hier is het ding. In deze tijd heb je al 2 maanden niet geüpload. Ja, dat is zo, ja. Ja, dat is heel erg. En als jij nu niet weer snel een video gaat maken, dan gebeuren er erge dingen. Oké. Maar waarover? Nou, bijvoorbeeld over dit gesprek. Ik bedoel, het is niet echt een gesprek dat iedereen in het dagelijks leven meemaakt.